Goed. Ik denk dat het al tijd is om aan het debat te beginnen. Dus beste studenten, beste andere geïnteresseerden. Ik wens jullie alvast van harte welkom op het openingsdebat van het KVAV over de Belgische staatsstructuur. Zometeen geef ik het woord aan professor Christian Berend, die de sprekers zal introduceren en ook het ganse debat zal modereren. Waarvoor alvast heel veel dank. Vandaag zal er dus ongetwijfeld stevig gedebatteerd worden over een onderwerp dat al sinds het ontstaan van België toch wel een pijnpunt is. Vandaag de dag is het immers vanzelfsprekend dat wij als Vlamingen dat wij volksvertegenwoordigers krijgen die onze taal spreken, dat de wetten die opgesteld worden ook in onze taal zijn en dat wij onderwijs krijgen die in het Nederlands is. Nu, wat velen vandaag eigenlijk niet meer weten, is dat ook niet altijd vanzelfsprekend is geweest, liever. Zo ging het hier ook in Leuven, met het onderwijs dat hier aan de KU Leuven werd aangeboden. Lange tijd was de KU Leuven immers een Franstalige universiteit, een eentalig Franstalige universiteit. Maar sinds de jaar 1870 begonnen er ook meer Vlaamse studenten welvarender te worden en ze konden zich veroorloven om naar de universiteit liever te trekken. Daardoor groeide ook het verzet tegen een universiteit die eentalig Franstalig was. Ze werden ook overkoepeld door een studentenkoepel die enkel Franstalig was. En over de jaren heen groeide dat verzet dus en dat mondde uit in het ontstaan van een eigen Vlaamse studentenkoepel die opkwam voor de rechten van Nederlandstaligen. En dat was in 1902 en die werd opgericht onder de naam het Vlaams Verbond. En later zou die naam veranderen naar het Katholiek Vlaams Hoogcentenverbond, oftewel KVAV. Nu, decennia lang heeft het KVAV op de brug gestaan voor de rechten van Nederlandstalige studenten hier in Leuven. Niet alleen om lessen aangeboden te krijgen in het Nederlands, maar ook om in het Nederlands bediend te worden in de universiteit, maar ook daarbuiten, want ook daarvoor moest er nog gestreden worden. Het hoogtepunt van deze strijd was in 1968 met Leuven-Vlaams, toen dat met de gigantische studentenprotesten liever, die ervoor gezorgd hebben dat de KU Leuven voorgoed Nederlandstalig zou worden. Met die protesten was dan ook het hoofddoel van het KVAV bereikt. En sindsdien is haar functie als koepel weliswaar afgenomen en is er meer geëvolueerd richting een eigen vereniging. Vandaag de dag zijn we dus nog steeds een Vlaamse zinnenvereniging en staan wij nog steeds op de brug voor rechten van de Vlamingen. En daarnaast voeren wij ook politieke acties liever daarvoor. Ook lezingen, debatten zoals vandaag, ook interne debatten, discussieavonden worden door ons georganiseerd. En daarnaast houden wij ook natuurlijk van het studentenleven, het stijlvol en traditioneel studentenleven. Dat betekent dat wij stijlkansen organiseren, dat wij ook dopen volgens op de blauwe bladzijde van de studentcodex, waardoor vuiligheden en vernederingen een totale onmogelijkheid zijn. Ik denk dat ik daarmee voldoende reclame heb gemaakt voor het KVAV. Ik ga u nog meegeven dat als jullie vragen willen stellen, dat er in het Facebook-evenement een link staat. Dus doorheen het debat mogen jullie altijd vragen stellen en die zullen dan behandeld worden tegen het einde van het debat. Ik geef dan nu graag het woord aan professor Christian Berend. Wel, dames en heren, geachte studenten, we zijn deze avond hier om over een bijna filosofische vraag te discussiëren. Overleeft België de toekomst? Wel, dat is natuurlijk moeilijk, de toekomst te overleven. We zitten in het heden. Het verleden heeft België overleefd. Vandaag zijn we hier. En de toekomst, dat is nog iets anders. Ik stel in ieder geval vast dat er wel toch een groot enthousiasme voor zo'n abstracte vraag is. Want de organisatoren, die dat trouwens voortreffelijk gedaan hebben, hebben niet geaarzeld de grootste zaal van de KU Leuven te reserveren. Wat natuurlijk wel toch PR-matig een risico inhoudt, hè? Maar die is wel toch relatief vol. Zou ik een politiek partij zijn, had ik een kleiner zaal gekozen, die zal dan bomvol zijn, en dan zou je zeggen, kijk, wat voor een enorm succes. Maar zelfs hier in die zaal lijkt me dat wel toch een groot succes. Ik wil dan ook een woord van dank zeggen aan de vicepresis Brecht Krabbe, degene die mij hier, mijn voorganger was aan het microfoon, om hem te danken voor de contacten die ik met hem kon hebben voor de voorbereiding van deze conferentie.
heeft België nog een toekomst? Wel, wat ik voorstel is het volgende. Drie vraagronden. Eén over het verleden, iets kleiner. Hè. Eén over het heden, iets groter. En één over de toekomst, nog iets groter. Dat is een beetje het idee. Hè. Maar natuurlijk veroorloof mij zeker ten eerste de drie sprekers voor te stellen, de discutanten. En u begrijpt zonder moeilijkheid dat er maar één optie is met wie u begint met die drie. Dat is volledig logisch. Dat is natuurlijk minister van Staat, buurgraaf Mark Eyskens. Geboren in 1933, 88 jaar oud. Ik stel bijzonder op prijs dat hij van hier deze avond aanwezig is. In een uitstekende vorm, als ik dat mij permitteer te zeggen, meneer de minister. 956 dokter in de rechten aan de KU Leuven. 62 dokter in de economische wetenschappen. Master of Arts, Columbia University, New York. Professor aan deze universiteit, assistent ten eerste en dan sinds 1965 professor aan dezelfde faculteit, dus degene van economische wetenschappen, staatssecretaris voor ruimtelijke ordening, kamerlid van 1977 tot 2003, als ik mij niet vergis, voor kieskring Leuven en Vlaams-Brabant. Lid van het Vlaams parlement 1980 tot 1995. En op ministerieel vlak minister van Financiën, ten opvolger trouwens van Gaston Geerts. Dan eerste minister tussen april en december 1981. En dan minister van Economische Zaken in de regering Martens Gaul, 81-85. Natuurlijk een regering van belangrijke hervormingen. Minister van Financiën en tot bekroning van dit alles, van deze buitengewone carrière, minister van Staat en benoeming tot de adellijke graad van de burggraaf. U begrijpt natuurlijk, meneer de minister, dat men nog vele andere dingen had zou kunnen toevoegen, maar we hadden twee opties, ofwel een conferentie over de curriculum vitae van minister Eyskens, ofwel een discussie over de staatsvorming, dus ik moet me dus hierbij beperken. Dan kom ik zeer graag tot Kamerlid meneer Peter de Rover, 59 jaar oud, geboren in 1962. U heeft uw kindheid in de buurt van Antwerpen verbracht. U was trouwens, bent nog lid van het KVHV, dus bent dus hier thuis. Was trouwens ook voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging op 27-jarige leeftijd. Licentiaat Economische Wetenschappen, niet hier, maar aan een universiteit die trouwens vandaag zo niet meer bestaat, aan de Universitaire Faculteit van Sint-Ignatius ten Antwerpen. Dan bent u leraar in een technisch en handelsschool in Deurne geweest. En sinds 2014 bent u kamerlid en fractievoorzitter sinds 2016. Wat in een democratisch stelsel, als ik dat als prof grondwettelijk recht mag zeggen, een zeer belangrijke functie is. En u bent trouwens de fractievoorzitter van de grootste partij van dit land. Wat in een democratisch stelsel van belang is. Dus wij waarderen zeer uw aanwezigheid vandaag hier. U heeft een zeker democratische legitimiteit. Niet alleen door het feit dat u in de Kamer zit, maar door het feit dat u ook voorzitter van de fractie van die grootste partij van dit land bent. Ik ben trouwens ook penningmeester van uw partij, de N-VA. Dan kom ik tot, als ik het met de grondwettelijke titel neem, senator Georges-Louis Boucher. Geboren in 1986, bent dus 35 jaar oud, master in de rechten aan de ULB, assistent bent u dan geweest in Namen aan de rechtsfaculteit, dan bent u adviseur geweest van in het kabinet van toenmalig minister Didier Reinders, die ik niet verder moet voorstellen, die ook iedereen kent sinds 2009. U bent dan schepen in de stad Bergen geweest. Maar dat was voor enkele spanningen met uw coalitiepartner Di Rupo. Die u een beetje buiten het schepencollege heeft gezet. Dan bent u lid van het Waals parlement geweest tussen 2014 en 2016. Gemeenteraadslid in Bergen, dat bent u nog altijd. En u bent gecoopteerd senator sinds 2019. Maar natuurlijk, dat zijn de officiële hoedanigheden. Maar natuurlijk, de belangrijkste is dat u voorzitter bent van de Franstalige Liberalen, en dat bent u sinds 2019. U bent ook koninklijk verkenner geweest samen met uw partijvoorzittercollega Joachim Koens
in de crisis in 2019. En wij waarderen natuurlijk ook zeer dat u vandaag hier aanwezig bent. Ik mag er nog één woord aan toevoegen. Meneer Boucher gaat zich in het Frans uitdrukken en dat voor de eenvoudige reden dat iedereen van ons één taal heeft in welke hij men beter is. En voor een debat zoals waar een nuance belangrijk is en natuurlijk dat iedereen ook op gemak kan discussiëren, is er een afspraak genomen, het onderling, dat meneer Boucher zich in het Frans gaat uitdrukken, maar dat hij natuurlijk elke vraag in het Nederlands perfect begrijpt. En natuurlijk dat u ook voorkeur gaat geven aan bewoordingen die gemakkelijk toegankelijk zijn en niet het literaire Frans uit het 18e eeuw gaat bewenden, want dat zal het debat niet onbedingt bevorderen. Wel, dan dank ik u dat u naar mij geluisterd heeft voor de voorstellingen. Voor de rest, het belang is natuurlijk hier en niet hier. Dus een goede moderator is degene die het weinig hoort en dat ga ik ook proberen vanaf nu op mijzelf toe te passen. De vraag 1 gaat over het verleden, dat is dus van die drie de kortste vraag. Waarom is België vandaag zoals het is? Dat is natuurlijk ook een beetje filosofisch, hè? Maar waaraan hebben wij in België onze huidige staatsstructuur te danken? En welke factoren te danken? Ja, je kunt dat positief of negatief nemen uiteraard. En vooral welke factoren hebben die bepaald? Dus dat is wel toch interessant voordat wij over het heden en de toekomst spreken, uw analyse te horen, uw perceptie te horen. Waarom denkt u? Welke factoren zijn degenen die voor u belangrijk zijn als u een beetje, stel in het buitenland of ergens anders, moet verklaren waarom België zo is als het is? Welke redenen zou u dan als de meest belangrijke naar voren schuiven? En misschien gaan wij beginnen die vraag voor te leggen aan iemand die natuurlijk van u drie de grootste ervaring heeft. Zou u misschien kunnen accentueren met dat misschien als eerste spreken, meneer de minister Eyskens? Dank u wel, geachte collega, dames en heren, collega's. Dank u, professor Berends, om mijn eigen geheugen te hebben opgefrist. Ik kan het nog verder aanvullen. Maar met uw vraag moet ik inderdaad teruggaan tot het verleden en wel ongeveer tot het jaar waar de heer De Rover is geboren. 62. 63. Het vastleggen van de taalgrens. Zeer belangrijk communautair feit. Ik kan natuurlijk terugkeren tot de tijd van Julius Caesar en zeggen dat dit grondgebied hier, wat we vandaag België noemen, het grensgebied is geweest tussen de Germaanse volkstammen en de gelatiniseerde Germaanse volkstammen die nadien zich de vlijtige opvolgers van de Romeinen hebben genoemd. De Fransen zijn ook Germanen. Ze zijn niet steeds bereid om dit te erkennen. Tot daaraan toe. Dat is oude geschiedenis. Maar dus in 1963 het vastleggen van de taalgrens. Er ontstaan in België taalhomogene gebieden. Vlaanderen, Nederlands, Wallonië, Frans, nog een Duitsstalig gebied in het oosten en Brussel tweetalig. Maar we hadden in Leuven een toch belangrijke tweetalige universiteit. En de vrees bestond bij veel Vlamingen dat de zogenaamde olievlek Brussel verder zou uitdijen en heel Brabant zou veroveren en dus ook in grote mate zou verfransen. En dan is het die pijnlijke periode geweest van Leuven, Vlaams, Walen, Buiten enzovoorts. En dat is dan vrij vlug toch bedisseld en geëindigd op zijn Belgisch. Finaal zijn de Franstaligen uitgeweken naar Louvain-la-Neuve voor de meeste faculteiten. En naar Sint-Pieterswoorden weer met het ziekenhuis. En dan moest ook nog uitgekeken worden naar financiering. Het is een regering samengesteld door vader Eyskens die daarvoor gezorgd heeft. En dan is toch die heel bijzondere gebeurtenis geschied, namelijk dat een nieuwe universiteit uit de grond is gestampt in een veld. En het staat er vandaag. En het is namelijk indrukwekkend. En ik moet u zeggen, het is 50 jaar geleden dat de UCL werd gesticht. En dat is gevierd
En onze beide rectoren waren daar uiteraard op aanwezig. En het trauma van het verleden is gedicht en er is vandaag een grote samenwerking tussen de twee universiteiten. Toen ik hier studeerde, dat is al wel meer dan 60 jaar geleden, waren er hier 15.000 studenten. Franstaligen, Nederlandstaligen samen. Vandaag in Leuven, stond onlangs in de krant, meer dan 60.000 studenten. UCL 40.000, samen 100.000. Van 15.000 naar 100.000. Is niet te wijten of te danken aan de demografie, maar is vooral te danken aan de democratisering van het hoger onderwijs en aan het vervrouwelijken van het hoger onderwijs en naar de input van niet-Belgen. In de KU Leuven vandaag is 1 student op 6 iemand met een allochtone achtergrond. En dat is een grote verrijking. Dat is een bijzondere gebeurtenis. Dat dit mogelijk is. Dat is voor iedereen een pluspunt. Dit gezegd zijnde, in 1970 vond men dan in politieke kringen en ook in de openbare opinie dat de Belgische staatsstructuur moest worden aangepast aan de nieuwe situatie. En dus vader Eyskens, die heb ik tamelijk goed gekend. Bij mijn geboorte was die aanwezig. Ik niet bij de zijne, maar hij bij de mijne. En hij aarzelde wat mij betreft tussen 2 voornamen. Mark of Frank. Hij heeft gekozen voor Mark, want het meer vertrouwen in de Duitse mark dan in de Belgische frank. Dus dat was een heel hoopvol begin. En vader Eyskens, die heeft dan met medewerkers het ei van Columbus gelegd. Want er waren 2 tegenstelde tendensen in het land. De Vlamingen die wilden culturele autonomie. Taalbeleid, cultureel beleid, onderwijs. Zelf organiseren. En de Franstaligen, de Walen, die wilden vooral een eigen economisch beleid. Want het ging al slecht met staal en steenkool. En ze wilden daar zelf wat aan kunnen doen. Wallonië eiste dus territoriumgebonden bevoegdheden. En de Vlamingen eisten persoonsgebonden bevoegdheden. Hoe dat samenbrengen. Hoe daaruit een compromis tot stand brengen. Dat is een hele moeilijke oefening. En vader Eyskens heeft een oplossing gevonden die eigenlijk, zonder dat hij dat besefte, is geïnspireerd door een van de fundamentele principes van de kwantumfysica. Het beginsel van Niels Bohr. Contraria complementa sunt. Tegengestelden zijn complementair. Ik moet altijd lachen als sommige politici vandaag zeggen België, dat zijn 2 landen die totaal haaks op elkaar staan met totaal verschillende karakteristieken. So what? Dan moet je het principe van de kwantumfysica toepassen. Contraria complementa sunt. Ik weet dat de volgende eerste minister van dit land trouwens een kwantumfysicus moet zijn. Tot daar aan toe. Goed. Wat heeft vader Eyskens gedaan? Hij heeft die 2 verlangens samengevoegd. En men heeft tegelijkertijd in een eerste communautaire grondwetsherziening, men heeft cultuurgemeenschappen opgericht en daarnaast gewesten met economische bevoegdheden. En dat is het begin geweest van het typisch Belgisch federalisme. Met voor de Vlamingen een heel belangrijk positief aspect. Namelijk de Nederlandstalige gemeenschap, de Vlaamse gemeenschap. Want die formule heeft het mogelijk gemaakt dat de Vlamingen in Brussel hun aanwezigheid hebben kunnen verankeren. Die was en is nog steeds bedreigd door de demografie. Als men de zetels zou laten verkiezen in het Brussels parlement volgens de proportionaliteitsregel, dan zouden de Vlamingen ten hoogste 4 à 5 zetels hebben. Maar ze hebben er nu 17 oververtegenwoordigd. Ze hebben ook in de Brusselse regering de quasi-pariteit de voorzitter uitgezonderd.
De toenmalige oppositie, de stamvader van het Vlaams Belang en het N-VA vandaag, die gingen ons te lijf met het verwijt dat vader Eyskens een grendelgrondwet had afgekondigd. Een grendelgrondwet. Prachtig, nietwaar? Want dat heeft voor de Vlamingen het mogelijk gemaakt om Brussel te beperken in zijn territorium. 19 gemeenten. Punt, andere lijn. En bovendien de Vlaamse regering, de Vlaamse instellingen, het Vlaams parlement, de Vlaamse administratie te vestigen in de hoofdstad van Europa, zetel van de NAVO. Brussel is de tweede belangrijkste diplomatieke stad in de wereld. Ik luister alle dagen 's avonds laat en kijk ook naar CNN, Euronews. Dan vernemen wat er in de wereld gebeurt. En het valt mij op dat in al die uitzendingen Brussels bijna in elk journaal wordt vermeld. Washington, Londen en Brussels. En de Vlaamse regering zit daar ook bij. Dat heeft een geweldig positief effect van invloed en networking. En dan zijn al die staatshervormingen verder gekomen. Die hebben steeds het federalisme opgevuld. Met steeds meer bevoegdheden overgeheveld naar de gewesten en de gemeenschappen. En vandaag is er een situatie ontstaan die van België een confederale federatie maakt. Of een federale confederatie, hoe je het noemen wilt. Er zijn weinig federale landen in de wereld waar de bevoegdheden van de gewesten en de gemeenschappen zo ruim zijn. Bijvoorbeeld de overheidsuitgaven. U weet, de overheidsuitgaven in België zijn zeer aanzienlijk. 52% van het bruto nationaal product. Welk percentage wordt uitgegeven door de federale overheid? Hier op de eerste rij, wat denkt u? Welk percentage? Federale overheid. Ja, ja, dat weten we, maar hoeveel? Hoeveel te veel? 18%. Hoeveel wordt uitgegeven door gewesten en gemeenschappen, opgeteld, samen? Hoeveel? Het dubbele. 36%. Dat is kolossaal. De gewesten hebben zeer uitgebreide bevoegdheden, inclusief buitenlandse bevoegdheden. Vlaanderen heeft in 20 landen vandaag ambassades eigenlijk, een soort ambassadeurs, vertegenwoordigers. De gewesten zijn bevoegd voor handelsbeleid, voor ontwikkelingsbeleid, enzovoort, enzovoort. Dus het is een zeer verregaand half-confederaal systeem, zonder hiërarchie van de normen, zonder eigenlijk regelingen van de belangenconflicten, dat is naar mijn gevoel een gebrek. Ik ga daarover een voorstel doen straks. Maar in elk geval, het federalisme is in België zeer aanzienlijk uitgebouwd en uitgebreid. Met natuurlijk bijkomende kosten en met toenemende inefficiënties. En daarover gaat het debat vandaag ook, in hoofdstuk 3, de inefficiënties van het huidige systeem. Maar die zijn allemaal perfect verklaarbaar door wat in het verleden is gebeurd. En eigenlijk dat verleden heeft geleidelijk aan voor gevolg gehad dat bijna alle eisen van de Vlaamse beweging in dit land zijn gerealiseerd. Zonder dat dit land is uiteengevallen. En eigenlijk is dat een positief verhaal. Stop. Dank u zeer, meneer De Rover. Misschien krijgen wij een ander verhaal en dat is ook goed. Nee, wat de feiten betreft ga ik de professor niet tegenspreken. A, omdat ik het niet zou durven. En B, omdat de feiten kloppen. Dat zijn twee goede redenen. Maar laat ik minstens een ander element eraan toevoegen. België heeft lang gewerkt. België heeft lang gefunctioneerd. En toen is er iets gebeurd dat fataal was voor de Belgische unitaire staat.
Dat was het algemeen stemrecht. De democratie in België, dat lukte niet. Vanaf dat ogenblik is gebleken dat dit land wel degelijk, om redenen waar we het uitgebreid over kunnen hebben, maar die eigenlijk niet ter zake doen, op dat ogenblik is gebleken dat wij twee publieken, politiek gesproken, ik heb het niet over culturele contacten, ik heb het niet over intermenselijke contacten, in godsnaam, ik ben actief op federaal niveau, ik zal u iets vertellen, de gemiddelde Franstalige is sympathieker dan de gemiddelde Vlaming. Ja. Dat zijn heel fijne mensen. Ik weet niet in welke mate collega Boucher tot de een of de andere categorie behoort. Ik heb het statistisch over gemiddeldes. U zal mij geen enkel negatief woord over een Waalse landgenoot horen zeggen, want dat zijn heel fijne mensen. Daar gaat het ook helemaal niet over. Het gaat over het politieke feit. Het politieke feit dat vanaf het ogenblik dat we hier een democratie hebben gekregen, dat die tweedeling zich heeft voorgedaan. En ik ga daar, en wees gerust hoor, ik ga niet de hele geschiedenis vertellen, maar ik ga even terug naar 1912. De mensen hadden geen idee waar ze voor stonden. 2 jaar later begon de Eerste Wereldoorlog. Maar Charles de Broqueville was toen eerste minister. En ik ga het verhaal vertellen een beetje alsof het nu gebeurd was. De opiniepeilingen, er waren natuurlijk geen opiniepeilingen. Maar de opiniepeilingen, hij was een katholiek, die waren heel negatief. De linkerzijde, zoals dat toen heette, de socialisten en de liberalen, stonden op winst. En Charles de Broqueville was zijn bureau al aan het leegmaken. Hij werd geacht het pand te verlaten. En toen kwamen de verkiezingen en tot ieders verrassing, aangenaam of negatief, versterkte hij zijn positie. Dat is een verrassende verkiezingsuitslag. En in het zuiden des lands, we hadden toen al nog geen enkelvoudig kiesrecht, maar wel al een verruimd kiesrecht voor iedereen. In het zuiden des land, in Charleroi, was er een jonge advocaat, Jules Destrée, en die was verkozen voor de socialisten. En wat stelde die vast? Dat iedereen in zijn omgeving voor de socialisten stemde, maar dat ze in Brussel niks te zeggen hadden. Want al die katholieke boeren in het noorden, al die katholieke onder dwang van de pastoors, die hadden voor de Broqueville gestemd. En wat zei Jules Destrée, 1912, PS'er, enfin, Socialistische Partij apart, de Belgische Werkliedenpartij was dat toen nog, wat zei die in een oprisping, sire, il n'y a pas de Belge. Il n'y a que des Flamands et des Wallons. Want Jules Destrée, want sommigen denken dat Bart De Wever dat heeft uitgevonden van die twee democratieën. Nee, Bart De Wever heeft dat gepikt. Bart De Wever heeft dat gestolen. Hij is daar heel goed in trouwens, in het stelen van goede ideeën. En hij heeft nu herhaald wat toen in 1912 al werd gezegd. Dit land bestaat uit twee democratieën. Want Jules Destrée zegt, hoe is dat in godsnaam mogelijk? Iedereen stemt socialisten, we hebben niks te zeggen in Brussel. En dat klopte. Want het hele zuiden stemde inderdaad voor wat toen de linkerzijde heette, liberale socialisten, soms in kartel, naar gelang de omstandigheden. En als je die politieke kaart van toen bekeek, dan was het hele noorden katholiek en het hele zuiden niet katholiek, op uitzondering van Luxemburg en Namen. Slechte nieuws was dat er geen volk woonde en dat dat dus eigenlijk geen cruciaal verschil maakte. En naar gelang die democratie is versterkt, is die tweedeling, de politieke tweedeling, ik herhaal het, geen culturele, de politieke tweedeling van dit land, verkiezing na verkiezing, lang voor Bart De Wever is uitgevonden, lang voor Bart De Wever is verkozen, lang voor Bart De Wever bestond, hebben wij elke verkiezing opnieuw vastgesteld dat die tweedeling er gewoon in het stemhokje uitkwam. Niet omdat de mensen daartoe verplicht werden, niet omdat daar een of andere campagne was, niet omdat de verkiezingen gemanipuleerd waren, iedere keer opnieuw. En ik herhaal het, de reden daarvan, dat weet ik niet, dat is interessant, maar ik stel het feit vast. Het feit vast van die tweedeling, die heel bizar, vanaf 1912 tot vandaag, iedere keer is doorgetrokken. En dat betekent dat er natuurlijk een wens was vanuit de publieke opinie
dat het beleid een vertaling zou zijn, en dat klinkt vanuit democratisch oogpunt nog niet zo gek, dat het beleid de vertaling zou zijn van het uitslag in het kieshokje. Dat is eigenlijk de essentie. En dat het op Belgisch niveau natuurlijk heel moeilijk was om een beleid uit te stippelen dat de vertaling was van het kieshokje in het zuiden des lands, dan wel in het noorden des lands. Er was dus altijd, zeg maar, een van de twee bepalende delen van dit land werd iedere keer gefrustreerd, behalve de ogenblikken, ofwel frustreerde men het noorden, door een beleid te voeren dat gesteund was op de politieke meerderheid in het zuiden. Ofwel frustreerde men het zuiden, omdat men een beleid voerde dat gesteund was op de politieke meerderheid in het noorden. Maar doorgaans frustreerde men iedereen. Omdat men een beleid voerde dat zo wat een wishy-washy was. Zo een gemiddelde van warm en koud. Hè, wat een soort lamlendige Belgische lauwheid was. En dat niet-beleid, dat is heel dikwijls de manier geweest om België politiek te vertegenwoordigen. En dat heeft natuurlijk geleid tot heel wat onvrede, inderdaad in het zuiden, heel terecht opgemerkt, vanuit sociaal-economisch oogpunt. Toen men, Renard en dergelijke, een soort Waalse Sovjetrepubliek wilde oprichten, daar kwam het zo wat op neer. En die waren dus heel gefrustreerd dat noorden dat tegenhield. En omgekeerd had je in het noorden die culturele frustratie omdat België toch een dominant Franstalig land was. Ik sluit af, meneer de moderator. België is het slachtoffer geworden van de democratie. Wel, ik dank u zeer en we gaan eens vragen bij meneer Boucher niet. En de vraag is niet of er in het zuiden een Sovjetrepubliek komt, want die vraag, daar kunnen wij in de laatste ronde over spreken, in de toekomst, maar hier zijn we nog in het verleden. Dus het woord ook graag aan u, aan de voorzitter van de tweede grootste Franstalige partij in dit land. Wat zijn volgens u de factoren die tot de huidige situatie hebben geleid? Tot de huidige staatsstructuur? Dank u wel. Goedenavond iedereen. Je vais continuer en français parce que ce sera plus simple pour moi d'exprimer les idées avec clarté. C'est un débat important. Mais j'ai déjà appris une chose ce soir, c'est que les sources d'inspiration de Bart De Wever sont socialistes. Puisqu'il dit la même chose que Jules Destrée. Et je suis bien placé pour en parler, puisque j'ai habité dans une rue qui s'appelle la rue Jules Destrée à Carnion, à l'endroit où le Parti socialiste a été fondé. Et c'est pour cette raison-là que je ferai tout ce que je peux pour ne jamais tomber dans une démocratie socialiste, une république socialiste de Wallonie, parce que je sais les dégâts que le socialisme fait. Mais pour revenir à votre question, je crois en fait qu'en Belgique, on mélange deux phénomènes différents. Le premier phénomène, c'est celui qui est lié à la langue, parce que notre pays s'est fondé sur, on peut le dire, un manque de respect et de considération de la partie majoritaire de la population en n'ayant pas une constitution dans les deux langues, en imposant le français au niveau de la justice, en imposant le français dans les services administratifs, et donc en considérant en fait qu'il n'y avait qu'une culture dans ce pays qui serait la culture francophone. Ça a développé de façon extrêmement légitime des tensions et des revendications qui étaient tout à fait justes, simplement de considérer l'égalité entre les différentes cultures et langues, en tous les cas, qui composent notre pays. Ça, c'est le premier phénomène. C'est le phénomène des communautés. Mais il y a l'autre phénomène qui ne vient pas nécessairement de Flandre. Et l'histoire va se retrouver à être très intéressante. C'est le phénomène des régions. Et c'est justement, en l'occurrence, beaucoup de socialistes qui disaient: il y a beaucoup d'argent qui part en Flandre, pour le port d'Anvers par exemple, pour l'aéroport, et nous avons des mines et des charbonnages qui ferment, on doit pouvoir prendre en main notre économie pour pouvoir la redéployer. Au passage, on a vu le succès que c'était. Mais ce qui est surprenant aujourd'hui, c'est que ce qui alimente une certaine division entre les francophones et les néerlandophones est utilisé par une partie du personnel politique flamand
c'est la question économique. Or, la question économique, au départ, n'est pas une revendication du mouvement flamand, puisque les conditions économiques étaient plutôt inversées. Si vous repartez depuis le début du XXe siècle, c'était plutôt un financement avec des transferts du sud vers le nord, même si, il faut être tout à fait clair, la sécurité sociale n'existait pas, et donc ce n'était pas le même type de transfert. On était éventuellement sur des investissements dans des infrastructures qui sont des transferts qui, je le concède, sont des transferts plus acceptables. Mais néanmoins, il faut bien se rendre compte que dans une certaine revendication d'autonomie de la Flandre, la motivation pour laquelle cette autonomie est demandée a changé avec le temps. Et je pense que c'est une des difficultés du mouvement flamand, et si je peux me permettre, de la NVA, c'est que se trouvent à la NVA des véritables personnes qui sont de véritables nationalistes flamands, qui souhaitent une plus grande autonomie, voire une indépendance de la Flandre. Et de l'autre côté, à travers ces dernières années, la NVA est devenue de plus en plus un parti populaire, socio-économique, où on a une série d'électeurs qui votent NVA, non pas pour l'indépendance de la Flandre, mais parce qu'on souhaite de meilleures conditions socio-économiques. Et ça a été tout le problème pendant la négociation de ce gouvernement. C'est que, si je peux me permettre, puisque Bart De Wever a été souvent cité, Bart De Wever n'a pas su choisir entre le côté nationaliste flamand, qui fait que je suis certainement un de ses plus grands adversaires, et j'expliquerai après ce qu'est la Belgique pour quand même répondre à cette question philosophique, et de l'autre côté, son aile socio-économique, avec qui je suis le meilleur allié. Parce qu'aujourd'hui, sur la baisse des impôts, sur les investissements productifs, sur la nécessité d'activer les chômeurs, sur la nécessité qu'à la Wallonie et Bruxelles de se redéployer économiquement, de mieux récompenser les gens qui travaillent, sur tous ces éléments, je suis très proche de la NVA. Et donc ce malentendu est finalement ce qui suscite toute une série de débats communautaires dans notre pays, avec un mélange de revendications parfois identitaires, très souvent socio-économiques. Parce que finalement, se poser la question de savoir ce qu'est la Belgique, c'est se poser la question de savoir ce qu'est un pays. Un pays, on le définit souvent comme la volonté qu'ont les individus de vivre ensemble. Et souvent, quand il y a des Belges qui se retrouvent en vacances à l'étranger, peut-être en Espagne, ils disent souvent, moi j'ai beaucoup de francophones ou de flamands qui me disent « Ah, mais moi j'étais avec des flamands en vacances, ils sont super sympas, il n'y a que les politiques qui veulent diviser le pays, parce que finalement, quand on est en vacances, on s'entend bien. » Alors bien sûr, c'est une vision réductrice de ce qu'est un pays. Un pays, ce n'est pas uniquement bien s'entendre quand on est en vacances. On peut très bien s'entendre avec des Brésiliens, avec des Américains, avec des Australiens, et ne pas constituer le même pays. Mais un pays, c'est avant tout une identité, et l'identité belge est très forte à travers le monde. C'est une certaine manière de régler les conflits via le compromis, via parfois des arrangements un peu compliqués et extrêmement chers, mais qui nous permettent quand même de vivre en paix. L'identité de la Belgique, c'est aussi un petit pays qui a une culture, en fait, très forte sur le reste du monde. La Belgique est très facilement identifiable sur toute une série de paramètres. La Belgique, c'est aussi une communauté de valeurs par rapport justement à quelque chose qui est fondamental. C'est que même si on se dispute extrêmement fort, aussi sur des questions linguistiques, nous sommes un des rares pays au monde à avoir été capable de régler des questions comme la question des questions de communauté et de langue sans jamais se battre, sans jamais avoir une opposition entre nos communautés, des oppositions armées. Nous sommes un pays qui a cette capacité de régler ses problèmes, encore une fois dans le compromis, dans le dialogue, et aussi dans une certaine forme de surréalisme qui fait beaucoup rire, et par exemple les institutions bruxelloises font beaucoup rire, mais les institutions à Bruxelles, par exemple, permettent que lorsqu'une ambulance francophone passe dans la rue et qu'un flamand est malade, il puisse monter dans la même ambulance. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Israël ou en Palestine. Si vous êtes un Palestinien et qu'une ambulance israélienne passe, elle ne vous prendra pas en charge. L'inverse est vrai. Nous avons été capables de dépasser cela. Et donc la Belgique,
c'est aussi un grand rapport à la tolérance, à l'ouverture sur le monde, à être un moteur de l'Union européenne, un moteur de construction de l'Union européenne, et être un moteur d'union avec d'autres pays pour avoir certains conforts et un certain niveau de bien-être. Parce qu'aujourd'hui, et je ne serai pas plus long, la Belgique reste fondamentalement l'un des 10 à 20 pays dans lesquels il fait le mieux vivre au monde. La division ne pourra engendrer qu'un recul pour chacun. La question de l'autonomie est différente, mais elle doit se faire avec efficacité. Or, notre fédéralisme aujourd'hui, et ce sera certainement le reste du débat, notre fédéralisme est inefficace. Il coûte aussi extrêmement cher. Depuis 1970, nous avons eu une progression de notre richesse, donc nous avons eu une croissance globale de près de 250%. Les dépenses de l'État ont augmenté de 340%. Pourquoi ? Nous avons fait x3 pour toutes nos administrations. Dans certains cas, c'était peut-être utile. Le fait régional est une réalité. Moi, je préférerais un gouvernement unique. Mais OK, le fait régional est aujourd'hui une réalité et on ne reviendra pas totalement en arrière. Mais dans certains cas, regardez la bêtise que nous avons pu créer. Nous avons, par exemple, divisé au niveau des régions les questions environnementales. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas les mêmes normes de bruit d'une région à l'autre. Vous pourriez avoir des règles différentes en matière, par exemple, de lutte contre les émissions de CO2. Et vous avez des règles qui peuvent également changer pour les industries. Quel est le sens pour un pays qui n'est pas plus grand qu'un confetti de diviser en trois un enjeu qui est mondial ? Le résultat de cela, c'est qu'avant chaque réunion européenne, avant chaque COP, les réunions internationales pour le climat, nous sommes obligés de trouver des accords entre nous. Et donc on fait une petite réunion internationale au niveau belge. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous avons parmi les meilleurs diplomates du monde. En général, quand vous êtes belge, vous avez une grande carrière devant vous dans les institutions internationales. C'est peut-être ce talent de faire tenir ce pays. Mais quel est le sens de devoir se mettre d'accord entre nous ? Ce que nous n'arrivons pas à faire est d'aller à la table de l'Union européenne sans aucune position commune. Ça n'a strictement aucun sens. Et donc aujourd'hui, pour vous dire un dernier mot là-dessus, je crois que vous pouvez toujours chercher les différences entre les gens. Et si vous réfléchissez bien, vous êtes extrêmement différent de votre propre voisin, dans la même rue, dans la même province, dans la même région. Mais je crois qu'il est beaucoup plus important, face à l'ensemble des défis du monde aujourd'hui, que ce soit la justice sociale, fiscale, le défi climatique, les enjeux technologiques, la capacité que nous aurons à maîtriser le progrès, il est beaucoup plus important aujourd'hui de cultiver ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise. Wel, dank u voorzitter Boucher voor die heldere woorden. Ik raad trouwens het woord behouden, want u heeft de uitstekende transitie geleverd, de uitstekende overgang naar de vraag van het heden. Want we gaan nu proberen u de vraag te stellen dat u eens twee elementen aangeeft die volgens u in het federaal zelfs vandaag bijzonder slecht werken en twee andere die bijzonder goed werken. Als ik u nu naar u luister, heb ik al een beetje kunnen horen. Misschien zou u daar nog iets verder kunnen gaan. En daarom stel ik voor dat u het woord behoudt en dus begint met de tweede ronde. Dus dat mag iets korter zijn, maar het zou interessant zijn dat iedereen van u alsjeblieft twee elementen gaat aangeven die volgens u bijzonder goed werken. En twee andere die vandaag bijzonder slecht werken. En daarna, natuurlijk, gaan we in de toekomst. Maar dus ten eerste blijven we hier en misschien heeft, ik zie de aanwezigheid van de oud-voorzitter van het verbond, Jef Douwe. We hebben natuurlijk geluisterd met interesse naar ook de uiteenzettingen over de Leuvense kwestie. En ook dank voor uw aanwezigheid vandaag hier. Meneer Boucher, zou u misschien kunnen uw perceptie geven over vandaag? Nu zijn we in 2021, in oktober. En wat stelt u als partijvoorzitter vast
Wat zijn de twee dingen die volgens u bijzonder goed werken, die dus volgens u wij zeker moeten behouden, en die twee dingen die bijzonder slecht werken in ons federaal stelsel? Alors, on est dans une... Dans une position où on a distingué deux choses. Oui, j'ai pas eu beaucoup de chance avec le fil. En fait, je crois qu'on doit distinguer la situation politique telle qu'elle existe au niveau d'un gouvernement et la situation du pays pour décider de son avenir. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, en octobre 2021, la plus grande opposition qui existe dans notre pays, elle est entre la gauche et la droite, et pas nécessairement entre les francophones ou les néerlandophones. Et donc, c'est un point important à avoir en tête, parce que je sais que certains vont être un petit peu dans l'idée de l'analyse du gouvernement actuel pour essayer de tirer des conclusions dans un sens ou dans un autre sur le fait de savoir si un pays fonctionne. Mais je crois que quand on se pose la question de savoir est-ce qu'un pays fonctionne, est-ce que des réformes doivent être faites, il faut aussi le comparer au reste des pays autour de lui. Si vous regardez aujourd'hui un pays comme la France, la difficulté de faire une réforme sur les pensions est tout aussi importante. Si vous regardez un pays comme les Pays-Bas, une seule langue, ils ont énormément de mal à faire un gouvernement. Si vous regardez l'Angleterre, on voit toutes les conséquences du Brexit. Si on regarde l'Italie, ils ont dû aller rechercher Mario Draghi pour essayer de faire une coalition très compliquée avec des personnes qui sont en dehors du gouvernement et qui, malgré tout, ont leur mot à dire. Je ne parle même pas de l'Espagne, les problèmes avec la Catalogne, par exemple. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, en Belgique, dès qu'on a un problème démocratique ou un problème de fonctionnement, on se dit toujours qu'il y a un problème communautaire derrière, sans réfléchir qu'en fait, tous les pays autour de nous connaissent la même crise de démocratie. Tous ces pays ont les mêmes problèmes, la montée du populisme, la difficulté de faire des réformes dans des pays qui sont aujourd'hui très riches, avec des niveaux de vie assez élevés, mais qui vivent avec une richesse qu'ils n'ont plus. Et donc, dans les autres pays, on dit attention aux populistes, attention à la crise de démocratie, attention aux enjeux économiques. En Belgique, souvent, par facilité, on dit « Ah ben non, il y a un problème communautaire entre les deux ». Et donc, moi, je ne suis pas très pressé dans les prochaines semaines et les prochains mois, d'avancer sur des questions de réforme sur le plan institutionnel. Je crois qu'aujourd'hui, un dossier important qui va arriver, c'est par exemple la question du nucléaire. Et là, peut-être qu'avec la NVA, on sera beaucoup plus d'accord que sur des questions institutionnelles. Ce débat vit dans tous les pays européens. Puis nous aurons un débat sur la réforme fiscale. Et là, il y aura des débats où je serai beaucoup plus d'accord avec beaucoup de partis flamands qu'avec pas mal de partis francophones. Je me sens beaucoup plus proche de tous les libéraux flamands que des socialistes montois. Je crois que c'est quand même assez évident. Et puis après, on aura tout le travail, par exemple, sur les pensions. Alors en parallèle, il y a bien évidemment, au niveau du gouvernement fédéral, un travail qui est mené par David Clarinval et Annelies Verlinden pour travailler à la prochaine réforme de l'État, celle de 2024. La question est de savoir, est-ce qu'on a besoin d'une réforme de l'État en 2024? Moi, je vais être très clair avec vous, je ne vais pas vous répondre maintenant. Parce que si on a réussi à faire la réforme sur l'énergie, si on n'a plus de difficultés sur le plan socio-économique, si on a fait les réformes structurelles sur les pensions, sur la fiscalité, très franchement, on peut commencer à discuter de beaucoup de choses. Mais si en 2024, on n'a pas su avancer sur ces sujets très importants, qui sont des sujets fondamentaux pour notre pays, qu'on aille vers un peu plus d'autonomie ou un peu moins, je ne pense pas que la première priorité de nos concitoyens sera la réforme de l'État. Je pense qu'il y aura des enjeux beaucoup plus importants. Deuxième aspect, si réforme de l'État il y a, vers quelle direction faudra-t-il aller? Je l'ai dit, les régions restent un fait. Le critère qu'on va devoir poursuivre, c'est l'efficacité. Il faut que lorsqu'un niveau de pouvoir gère une compétence, il puisse la gérer complètement. Et donc, ça va peut-être vous surprendre de la part d'un francophone, mais moi, je ne suis pas d'accord quand on régionalise des parties de politique de sécurité sociale et qu'on ne régionalise pas les montants qui vont avec. Je vais être très clair.
Je trouve qu'il y a un problème lorsque l'on dit que ce sont les régions qui gèrent le chômage, mais que c'est toujours la Caisse fédérale qui paye. Si on fait la même chose sur les soins de santé, on va créer également des difficultés. En politique, il faut être responsable. Et être responsable, c'est de faire des choix et d'assumer sa part financière. Et donc, soit on considère que l'on reste, et c'est le modèle que moi je privilégie, que l'on reste dans la solidarité fédérale. Et donc, dans ce cas, on n'a pas de raison de régionaliser les soins de santé, avec 9 ministres, dont 6 du côté du sud du pays, entre les germanophones, les wallons, et les wallons francophones et les bruxellois. Soit on dit, ok, on va aller plus loin, mais alors il faut aussi que celui qui prend la décision assume les conséquences de la décision. Pour vous donner un exemple très clair, on a aujourd'hui au niveau des communautés la prévention en matière de santé. Donc le fait de faire des campagnes d'information pour que les gens arrêtent de fumer, pour que les gens mangent mieux, pour que les gens fassent du sport, ce sont les communautés qui s'occupent de ça. Mais aujourd'hui, les dépenses en matière de maladie sont gérées par le fédéral. Expliquez-moi quelle est la motivation pour les communautés de dire « je vais dépenser beaucoup d'argent pour que les gens soient moins malades, puisque ce n'est quand même pas eux qui prennent en charge la maladie ». Et donc, pour avoir un État efficace, il faut avoir un État, et je sens que M. De Rover est content quand je dis ce genre de choses, parce que c'est toute la proposition de la responsabilisation. Mais moi, je ne crois pas qu'il faut parler en termes de responsabilisation des régions. Il faut plutôt travailler en paquets de compétences qui sont homogènes pour que quand un niveau de pouvoir s'occupe d'une compétence, il puisse s'en occuper pleinement. Ça voudra dire que pour la prochaine réforme de l'État, de notre point de vue, il faudra être capable de refédéraliser des matières. Je pense qu'en matière de santé, on a vu à quel point, dès qu'il y avait un problème majeur, c'était le gouvernement fédéral qui gère. En matière de climat, et toutes les compétences qui demandent d'aller défendre une position à l'Union européenne, ça ne sert à rien de la diviser au niveau belge à partir du moment où le centre de décision est au niveau européen et international. Pour le reste, je dois vous avouer que moi, je ne vois pas beaucoup de compétences que l'on devrait régionaliser, mais en tous les cas, si certains veulent aller dans cette direction, et c'est un message que j'envoie très clairement au PS, il n'est pas question de vouloir réclamer des compétences et de ne pas assumer la responsabilité de la compétence derrière. Or, dans les discussions entre la NVA et le Parti socialiste, j'ai souvent vu qu'il y avait un peu le deal de dire « Allez, chacun va gérer les compétences, mais on va quand même laisser l'argent au niveau fédéral pour que le PS soit d'accord avec la réforme de la NVA. » Ça, ce n'est pas comme ça que je vois mon pays, parce que si on fait ça, on va au contraire augmenter les divisions entre les habitants et entre la population. Et c'est parce qu'on fonctionne comme ça depuis 50 ans dans notre pays que dès qu'on fait une réforme de l'État, on nous annonce la prochaine réforme de l'État. Si on en fait une, il faudra quelque chose d'efficace, de clair et qui surtout n'entraîne pas des discussions 2 ans plus tard. Ça doit être quelque chose qui doit pouvoir durer dans le temps. Dank u voor uw duidelijke analyse. Dus een pleidooier voor het slogan Wie beslist betaalt. En ook herfederalisering van delen van het gezondheidsbeleid en het klimaatbeleid. We gaan eens horen wat de perceptie van de heer De Rover over is. Ik ga dus de volgorde omgekeerde rij doen als in de eerste vraag. Meneer De Rover, u heeft zeer graag het woord. Ja, dank u. Het is een mooi principe, wie beslist, betaalt. Het is een perfect principe. En wie betaalt, beslist, is ook een leuk principe trouwens. Ik denk dat collega Boucher een reeks argumenten heeft gegeven waarom het status quo absoluut moet verlaten worden. Daar zijn we het al over eens. Dus het is een vruchtbare avond. En hij is nog jong. Misschien gaan we nog een eind opschieten. Ik ga straks een suggestie doen, collega Boucher, die u uit de penarie helpt trouwens. Maar dat is een cliffhanger. Iedereen moet blijven.
Want laten we eerlijk zijn, uw eerste pleidooi was een redelijk eerder emotioneel Belgicistisch pleidooi, een Belgisch nationalistisch pleidooi. Wij hebben een eigen verhaal, enzovoort, enzoverder. Bon, goed, interessant. Maar er zit iets achter. Er zit iets achter. Ik ga het zeggen zoals het is. U hebt te weinig succes bij de kiezer. U hebt ons nodig om uw verhaal democratisch in de buurt van de meerderheid te krijgen, want het lukt u niet in Wallonië. U roept hulptroepen in. U roept het noorden in om uw verhaal, dat in het zuiden minoritair is, om dat toch even aan te dikken. Maar ik zou zeggen, probeert u zelf de Franstaligen te overtuigen in plaats van de Vlamingen daarvoor aan te spreken. Want dat is het probleem natuurlijk. U zit in een bepaald landsgedeelte waar uw verhaal, waar ik inderdaad economisch, sociaal-economisch heel ver in kan meegaan, waar uw verhaal onvoldoende slagkracht krijgt. U lukt er niet in uw mensen daarvan te overtuigen. Wij wel. Wij zijn wat dat betreft misschien overtuigender, ik weet het niet. Of is er toch ergens iets in het water dat maakt dat mensen in Noord en Zuid daarover anders... Daar spreek ik me niet over uit. Maar het democratische feit dat u het op eigen houtje niet, dat u er niet in slaagt om uw verhaal in het zuiden van het land voldoende democratische ondersteuning te geven, ik wil daarin meeleven, ik leef met u mee, maar gebruik ons niet om uw probleem op te lossen. Want wanneer u misschien binnenkort... misschien in peilingen toch de nummer 1 van het zuiden van het land kan worden, u zit daar niet zo heel ver af, dan is dat niet omdat u succes heeft, maar omdat de PS verliest aan de linkerzijde. Omdat de PS eigenlijk aan het opsplitsen is in socialisten en communisten. Het is de linkerzijde die sterker wordt in uw landsgedeelte en uw verhaal wordt nog zwakker. En dan zeg ik, ja, als Wallonië dit wil, geef ze dat beleid. Geef Wallonië het beleid dat niet dat van Boucher is. Want dat is wat de Waalse kiezer wenst. En u zal daarin de opposant zijn. En u hebt dat niet graag. U hebt niet graag dat u in de oppositie zit. U zit liever in de meerderheid waar u al 20 jaar zit. Waarom? Omdat u daar die Vlaamse hulptroepen kan mee aanbrengen. En dat is uw Belgisch verhaal. Uw Belgisch verhaal heeft niks te maken met liefde voor Kuifje. Uw Belgisch verhaal heeft niks te maken met het succes van de Rode Duivels. Uw Belgisch verhaal heeft alles te maken met de zwakte die u electoraal in het zuiden van het land kenmerkt. En dan moeten wij. En dan moeten wij goedmaken in de stembus. Wat u in het zuiden tekortkomt, dat leent u in het noorden. Wel, ik denk, meneer Boucher, dat er een gemakkelijker oplossing is dan ons te belasten met de PTB. Verhuis naar Vlaanderen. Je peux vous poser une question. Est-ce que vous considérez que les gens qui votent pour le Vlaams Belang sont des gens de droite? Je vous pose la question honnêtement. Als ik het Vlaams Belang in het parlement sociaal-economisch bezig zie, dan is dat geen rechtsverhaal, nee. En fait, aujourd'hui, le programme du Vlaams Belang sur le plan socio-économique est le même que celui du PTB. Et donc dire que parce qu'en Wallonie, il y a des gens qui votent PTB, et parce qu'en Flandre, le premier parti est le Vlaams Belang, qu'à cause de ça, ça voudrait dire que la Wallonie est à gauche et que la Flandre est à droite, il n'y a rien de plus faux. Il y a aujourd'hui des gens qui votent pour des populistes parce qu'ils ont de la colère, et c'est beaucoup de gens de la classe moyenne, de la manière dont l'État est géré et le fait qu'ils sont tout le temps oppressés sur la fiscalité. Et donc, c'est parce qu'il n'y a pas un tribun, quelqu'un qui parle bien, qui s'est présenté à l'extrême droite du côté francophone, mais il suffit de regarder la France. Ce sont les mêmes électeurs qui peuvent voter pour Mélenchon, l'extrême gauche, que pour Marine Le Pen, l'extrême droite. Et donc, essayer de tirer une conclusion sociologique avec ça est assez faux. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire une chose, c'est que mon parti n'est plus qu'à 1% du Parti Socialiste.
Et donc, je vous remercie pour vos encouragements, mais je peux vous dire qu'en 2024, nous serons premier parti du côté francophone, ce qui vous prouvera qu'on peut aussi être de droite et être francophone. Marika. Vergis u daarbij niet. Ik hoop dat u dat succes boekt. Ik heb er niks mee te maken. Ik heb de Franstaligen niet te zeggen hoe ze moeten stemmen, maar ik hoop dat u dat ene procentje boven de PS zal eindigen. Maar ik vrees alleen dat u daarmee het gewicht van de verhoudingen toch niet kunt wegpraten. En in die zin zeg ik dat het verhaal dat wij vertellen, dat is een verhaal waarin inderdaad het communautaire eindelijk verdwijnt. Ik ben dat beu. Ik ben het communautaire beu, want dat hangt voortdurend binnen de Belgische politiek, het Belgische politieke bestel. En dat leidt er vandaag toe, collega Boucher, dat we een regering hebben met 7 partijen die geen millimeter opschuift op sociaal-economisch vlak. Die ongeveer, ik lees elke tweet van u en dan weet ik dat de regering het omgekeerde gaat doen. Ja? Want dat is de pijnlijke realiteit waarin u gewrongen wordt. Ja? En ik kan u zeggen dat bijvoorbeeld op het Vlaamse niveau wij ook het Vlaamse Belang niet nodig hebben om een centrumrechtsverhaal te vertellen. Om er een centrumrechtsverhaal te schrijven. Dus wij lukken daarin. En mochten wij de volle zelfstandigheid hebben, onder meer op dat sociaal-economisch vlak. En mochten wij inderdaad in een situatie komen, wie betaalt, beslist, en wie beslist, betaalt, dan denk ik, daar wil ik er nog even aan toevoegen, dat u de volgende 1 à 2 verkiezingen, collega Boucher, dat u die gaat verliezen ten opzichte van de linkerzijde. Misschien niet dat u nummer 1 wordt tegen de PS, dat zou kunnen, maar ten opzichte van de linkerzijde, want we hebben dan Ecolo nog vergeten, een club dogmatische fanatici, ja, dogmatische fanatici die bij jullie schijnbaar nog populair zijn ook, ja, onwaarschijnlijk vanuit Vlaams oogpunt. Dus ik denk dat u een verkiezing of 2, 3 echt nog in de zware minderheid zal gedrukt worden. Maar, in een serieus systeem waarbij degene die beslist betaalt, zal de Partij Socialist en zal de linkerzijde ook de consequentie moeten nemen van haar beleid. En dat is vandaag niet het geval. Want de consequentie van het beleid, namelijk de sociaal-economische ellende die daaruit voortvloeit, die wordt ondersteund door de Vlaamse solidariteit. Dat betekent dat het succes van de PS, waar u niet tegenop kan, dat succes het gevolg is van de Belgische constructie, meneer Boucher. Want het beleid van de PS, dat ondermaats is sociaal-economisch, zal pas echt politiek, ook bij de Waalse kiezer, doordringen wanneer ze daar ook de rekeningen voor moeten betalen. U bent met uw Belgicistisch verhaal het succes van de PS voor lange tijd aan het bevestigen. En dat is de ironie van hetgeen u hier vertelt. Minister Eijskens, u heeft... Ik kom terug op de vraag. En dan mag u kunnen zich beperken als u wenst tot de 2 punten. Dus wat ons bijzonder interesseert, maar u mag natuurlijk zeggen wat u wilt, is... Zijn er volgens u 2 punten die u als bijzonder slecht werkend vandaag kunt identificeren en 2 misschien die bij u volgens u bijzonder goed werken? Mijn eerste punt is... Duidelijk tot uiting gekomen daarnet in de interventies van mijn 2 dierbare collega's. Er is veel te veel partijpolitiek. Men begint elkaar weer af te ranselen. Met argumenten die ongenuanceerd zijn. Natuurlijk zijn er tegenstellingen tussen Walen en Vlamingen. En tussen de gewesten en de gemeenschappen. Maar er zijn ook veel gemeenschappelijke belangen. Hier kan ik een lang economisch betoog houden. Denk aan de export. We zeggen altijd, de belangrijkste klant van Vlaanderen is Duitsland en Nederland en Frankrijk. Nee, dat is Wallonië. Iets tamelijk idioot, maar het is ook toch tekenend. Weet u dat wat het drinkbaar water betreft, de Vlamingen voor de helft afhankelijk zijn van het water dat uit Wallonië komt? Enzovoort.
Er is een cultus van het slechte nieuws. Dat wordt natuurlijk geëxploiteerd, bijvoorbeeld door een leiding van een partij als Vlaams Belang, N-VA enzovoort. Het Vlaams Belang, u hebt het gezegd, dat is natuurlijk een zeer heteroclite bende geworden. Ultranationalistisch, extreem rechts, maar ook met extreem linkse elementen. Dat fenomeen is niet nieuw. En we hebben gekend voor de oorlog. En dat heette dan nationaal socialisme. Tuurlijk. Laten we dat maar eens duidelijk maken. Dat is evident. We moeten maar eens over nadenken wat dat betekent. Dus wat er slecht gaat in België ten eerste is... Only bad news is news. Er is ook goed nieuws. Maar er is natuurlijk een duidelijk aanstormend heel slecht nieuws. Dat is het klimaatbeleid. Gaan we in staat zijn in dit land dat erg versnipperd is om een gemeenschappelijk klimaatbeleid te voeren ook rond de tafel van de Europese ministerraden? En hier is allusie op gemaakt, en meneer Boucher heeft dat onder meer gedaan, er is een kolossale paradox. Hoe meer uw bevoegdheden van het federale niveau decentraliseert naar de gewesten en de gemeenschappen toe, hoe meer u nadien en zelfs tegelijkertijd moet zorgen voor een unitair Belgisch standpunt. Want Europa onderhandelt enkel met België, met staten, met lidstaten. En dus hoe meer bevoegdheden u geeft aan Vlaanderen, Wallonië, Brussel enzovoort, noem maar op, moet er gezorgd worden voor coherentie. Eén gemeenschappelijk standpunt. En neem het klimaatbeleid, wat blijkt vandaag de dag, dat de Green Deal blijkbaar beter wordt aanvaard in Wallonië en in Duitsstalig België en zelfs in Brussel dan in Vlaanderen. Hoe rijmt men dat tezamen? Hoe ga je dus zorgen voor toenemende coherentie? Een ander slecht punt is dat in dit land er geen efficiënte regeling is van de belangenconflicten. De bevoegdheidsconflicten, prachtig, het grondwettelijk hof, maar dat zweeft een beetje. Belangenconflicten, het overlegcomité in de federale regering met alle regeringen van het land, dat heeft tamelijk goed gewerkt in de coronacrisis, maar in alle andere domeinen, de geluidsnormen van de vliegtuigen boven Brussel, die zijn verschillend met Vlaanderen en Wallonië. Dus een vliegtuig dat opstuigt in Zaventem mag minder geluid maken boven Brussel en moet dus trager gaan vliegen en dus lager gaan vliegen. En een piloot heeft mij onlangs gezegd, de volgende keer crashen we neer, want we vliegen veel te traag. Enzovoort. Talrijk, neem het handelsverdrag met Canada, het CETA-verdrag van een paar jaar geleden. Wat is er gebeurd? Vlaanderen heeft dat aanvaard, natuurlijk. Het was een prachtig verdrag. Wie was tegen? Wallonië, in die tijd geleid door de heer Magnet. En de heer Magnet, de spreekbuis van 3 miljoen inwoners in Europa, 3,6 miljoen inwoners, die heeft een verdrag geblokkeerd gedurende maanden dat van kolossaal belang was voor 500 miljoen Europeanen. Zo maak je jezelf belachelijk. Dus die zogenaamde autonomie past daar ook mee op. Autonomie heeft maar zin als die leidt ook tot gemeenschappelijke houdingen. En dat ontbreekt. En dus, ik zeg met enige spijt, hè, inderdaad, er zijn veel dingen die slecht werken in België. En ook in Vlaanderen. Wat we zelf doen we beter, is niet altijd zo. Maar dat is in alle landen zo. Kijk naar Duitsland. Daar zijn ze met 16 gewesten. 16 länder. Kijk naar de Verenigde Staten van Amerika. Daar zijn ze met 50. En die maken onderling kolossaal veel ruzie. We beleven, jeugd van vandaag en verantwoordelijke mensen van morgen, we beleven een structurele crisis van de democratie. Dat heeft te maken natuurlijk met de individualisering, met de moderne communicatiemiddelen, met de digitalisering van de samenleving enzovoort. Ieder individu is zijn eigen partij en is de voorzitter en de secretaris-generaal van zijn eigen partij. En dus dat leidt tot grote, inderdaad, intellectuele en programmatische versnippering. Wat doen?
de politiek voor een deel depolitiseren. Ik doe een voorstel. Er zijn in België heel wat dingen die verkeerd lopen. Meneer Boucher heeft het onderstreept. De curatieve geneeskunde is federaal en de preventieve geneeskunde is regionaal of gemeenschapsbevoegdheid. Zo werkt het niet. En zo kun je de voorbeelden vermenigvuldigen. Ik doe een voorstel. Vrienden van de KU Leuven, zorg dat deze universiteit een werkgroep opricht. Met juristen, economen, politologen. En in uw contacten met de UCL, vraag dat ze daar hetzelfde doen. En maak een gemengde werkgroep. KUL, UCL. Die louter objectief, los van partijpolitieke standpunten, uitpuzzelt wat er fout gaat in België. Wat niet goed werkt of wat helemaal niet werkt. Maar dat volstaat niet, hè? Als u dan een tegenvoorstel doet, moet u ook daar de consequenties van inrekenen. Met name ook de budgettaire concurrentie. Simpel is het niet. Maar het is van kolossaal belang dat al deze problemen tot op zekere hoogte worden gedepolitiseerd. We gaan natuurlijk het parlement niet uitschakelen. Zo'n werkgroep die uitmaakt wat in België werkt en niet werkt en voorstellen doet, ja, die voorstellen moeten dan gaan naar het parlement en naar de parlementen voor uiteindelijk een goedkeuring. Maar dit is een essentiële oefening waarbij onze beide universiteiten, die nu weer elkander goed verstaan, ondanks het feit dat dit land radicaal gesplitst is en al jaren uit elkaar valt, volgens sommige partijen, dat ze samen dat is ondernemen. Het zou ook voor de faam en de invloed van onze beide universiteiten van zeer groot belang zijn dat ze zo'n prestatie zouden kunnen leveren. Dus doe dat zo snel mogelijk. Begin eraan morgen vroeg. As I see, Mr. Minister, we are on the way to the future. Question three. And why wouldn't we speak to an economist about your suggestion? Meneer De Rover, mag ik u vragen uw perceptie voor de toekomst? En misschien beginnen met de suggestie van minister Huiskens van een werkgroep. Ik mag u voorstellen dat u misschien, dat gaat voor alle drie uiteraard, een onderscheid maakt tussen korte termijn is voor mij zevende staatshervorming, en lange termijn, want anders natuurlijk spreken we over twee verschillende dingen. Dus als het u mag schikken, misschien één gedeelte over korte termijn, wel, korte termijn aan de universiteit die 500 jaar bestaat, is 5 of 6 jaar, hè? En een langer termijn, dat is iets langer. Dat is ook relatief. Bon. Dat is de definitie van korte en langere termijn. Ja, het voorstel van professor en minister Huiskens is tegelijkertijd logisch dat de universiteiten zich met dat soort dingen bezighouden. Ik vind het zelfs vreemd dat ze daar niet mee zouden bezig zijn. Ik denk dat zij trouwens, en dat wil ik toch wel even aangeven, ik zie een zekere, een beetje een geurtje van een technocratie. Daar schrik ik wel voor terug, moet ik eerlijk zeggen. Want wanneer u zegt er is een crisis voor de democratie, dan mag ik hopen dat u geen professorale werkgroep instelt ter vervanging van het parlement en het kieshokje. Want daar is het toch dat de democratie essentieel vorm krijgt. Dus Wat zouden we met de coronacrisis hebben gedaan zonder de hulp van de virologen? Alsjeblieft. Goeie vraag. Waar we toch vastgesteld hebben dat het woord viroloog, dat trouwens ontstaan is tijdens de crisis, want het bestond niet, dat daar ook toch wel een beetje een cacofonie bezig was. En bovendien dat ik de niet-verantwoordelijkheid van mensen die het beleid
voeren, dat ik daar ernstige, als Kamerlid en als politicus, ernstige vragen bij stel. Ik zal dat dan toch maar even gezegd hebben. Wie gaat hen ter verantwoording roepen? Ik ben ter verantwoording te roepen, namelijk in het kieshokje. Ik kan mij niet verschuilen voor het oordeel van de publieke opinie. En dat is een heilig beginsel waar ik absoluut aan wens vast te houden. Dus ik zou daar toch niet te veel mee avonturen, los van het feit dat uiteraard de inbreng van een universiteit van de allergrootste orde is. Ik ga een voorbeeld geven. De werkgroep die zich onder leiding van Frank van den Broeken heeft gebogen over het pensioendossier. We spreken intussen van 3-4 jaar geleden. Die hebben een bijzonder nuttig document neergelegd. Waarbij het eigenlijk bij mij altijd toch mijn indruk is dat academici eerder zouden moeten aangeven wat je absoluut niet moet doen, dan eigenlijk een antwoord te geven op de politieke vraag wat je wel moet doen. Zij moeten de politici inderdaad, en iedereen, tegenhouden om absoluut gekke dingen te gaan doen. Maar de keuzes, de indruk wekken, alsof een politieke keuze kan uitbesteed worden aan een soort, hoe zou ik zeggen, een computerformule, daar pas ik voor. Maar goed, dat wou ik gewoon gezegd hebben. Naar uw korte en lange termijn. U hebt daar een woord uitgesproken waar ik van terugschrik. Zevende staatshervorming. Ik mag hopen dat wij naar de laatste ultieme staatshervorming gaan. En niet opnieuw nog eens een keertje een stapje zetten met veel angst. Een beetje naar boven, een beetje naar beneden, een beetje herzien en een beetje in die richting. We hebben gezien waar dat toe leidt. Het enige voordeel van onze voorbije 6 staatshervormingen, want elk nadeel heeft zijn voordeel, het enige voordeel daarvan is dat er deelstaatstructuren zijn ontstaan. Ik ben geen revolutionair, ik ben een antirevolutionair. En dat betekent dat met één vingerknip de omvorming van een unitair land naar een confederatie, dat zou een heel gek idee zijn, omdat je dan allerhande structuren plots vanuit het nieuws moet gaan uitvinden. Dat hoeft dus, dankzij die staatshervormingen, niet meer. Alle deelstaten hebben een ambtenarij, hebben structuren, dus dat is een goede zaak. Maar in de mate dat die staatshervormingen ergens naartoe gaan, is dat een proces. In de mate dat die vandaag blijven hangen in een soort moeras, dat het gevolg is van het feit dat ongeveer iedereen het ermee eens is dat het status quo, de huidige structuur van dit land, dat doe je je ergste vijand niet aan. Indien je echt iemand haat in de wereld, stuur hem naar België, ja, en zeg, onder deze structuur moet hij nu leven. Dit is gewoon shit. Ja, dit is echt, dit vind je niet uit. Wanneer dat een onderdeel van een proces is, dan is dat, hoe moet ik zeggen, bewegingsschade. En dan moeten we daarmee kunnen leven. Maar mijn angst vandaag is dat iedereen het ermee eens is dat deze structuur echt onzin is. En mijn twee collega's hebben daar voorbeelden van gegeven. Ik hoef ze niet te geven. U hebt het gehad over meneer Boucher, over bijvoorbeeld de curatieve geneeskunde en de preventieve geneeskunde. Hè. Dat soort verhaal, daar kunnen we een hele avond met dat soort surrealisme, hè. België, het land van het surrealisme, ook in het vak staatsrecht en in het vak esthetica. Dat zijn de twee vakken waar je België als het land van het surrealisme kunt naar voren schuiven, esthetisch en staatsrechterlijk. Dus de voorbeelden zijn gegeven. Dat status quo, daar moeten we vanaf. Mijn angst, mijn diepe angst is, en ik zal het dan, dat de ene helft dat in de ene richting wil oplossen en de andere helft in de andere richting. En je weet wat er gebeurt met iets waar de paarden in de verschillende richtingen aan trekken, dat ding blijft staan. En dat is mijn diepe angst, dat wij uit een gebrek aan besef van de richting waar we naartoe willen, dat we uit dat besef gewoon dat status quo als het, ja, bij een gebrek aan bewegingskracht, bij een gebrek aan gewicht aan de ene en aan de andere zijde, dat we daarbij zullen vastroesten. En dat is mijn angst voor de toekomst, als we dat niet kunnen doorbreken. En ik ga er,
Minister Eijskens heeft gezegd, ja, je komt hier terecht in een politiek verhaal. Ja, dat is mijn beroep. Dus ik mag hopen dat ik in een politiek verhaal is. Dat is het verhaal van de democratie. Dat is een uitnodiging doen aan de kiezer met een bepaald project. Dat project dat wij naar voren schuiven, is er eentje dat het status quo doorbreekt. En dat in essentie, en je kan er heel veel over vertellen, maar dat in essentie er gewoon op neerkomt dat die Vlaamse kiezer, maar ook de Waalse kiezer, het beleid krijgt waarvoor ze kiezen en dat op termijn die regering daar ook verantwoording voor moet afleggen. Want, en daar wil ik bij afsluiten, wat we zelf doen, doen we beter. Dat is trouwens iets van de CVP'er, die dat gezegd heeft, geen N-VA'er. Ik ben het daar niet mee eens. Ik zal u zeggen als democraat, wat we zelf doen, dat doen we tenminste zelf. Dat is de essentie. En als dat niet goed is, hè, dan moet je volgende keer vooral een andere stem uitbrengen. Dan moet je vooral de politici die dat beleid hebben uitgestippeld, dan moet je die vooral ter verantwoording roepen. Dat is het punt. En dat is hetgeen waar het huidige systeem fundamenteel democratisch in mankeert. Dank u zeer, meneer De Rover. Ik stel me gewoon, we zijn alle vrije personen, dat geldt ook voor de moderator. Ik was gewoon verbaasd als u zei, dat is geen politieke stelling, dat is gewoon een vraag voor verduidelijking. We zijn een democratisch land, we zijn een van de weinige landen in de wereld, wat eigenlijk een mature democratie is. De meeste landen van de wereld zijn autoritaire regimes. Mijn persoonlijke leven als beroepsleven is staatsrecht te doseren. Ik heb enkele moeilijkheden met het feit dat u ons systeem als shit kwalificeert. Nee. Dat is een kwestie van maatstaf, professor. Ja. Dat is een kwestie van maatstaf. Als u maatstaf Zuid-Soedan is, geef ik u gelijk. Sta me toe, mijn lat politiek voor dit land iets hoger te leggen dan Zuid-Soedan, Ethiopië of Eritrea. En in die zin zeg ik dat onze bevolking echt wel beter verdient dan deze structuur. En als dan het woord shit, goed, dat is een weinig diplomatieke verwoording, daar wil ik het in meegaan. Maar het is wel de uiting van de ambitie die wij, onder meer voor jonge mensen, met onze staatsstructuur moeten hebben. En ik herhaal het, dan is niet Zuid-Soedan de norm. Ik stel maar voor de uw confederalisme als oplossing is dan supershit. Want dat kan nooit werken. Dat is een opstap naar het separatisme. Dat is ook een keuze natuurlijk. Het is al vast een confederale structuur in België betekent, beste Vlamingen, dat we een vetorecht geven aan Brussel. In een confederatie, het zijn de deelstaten die maar kunnen komen tot een gemeenschappelijke houding, als ze een consensus hebben. Je geeft dus een vetorecht aan Brussel. De Vlaamse regering vliegt uit Brussel weg. U moet ons programma lezen, dan zou je dat niet zeggen. Het Vlaams parlement vliegt uit Brussel weg. Gaat zich vestigen in Antwerpen, in Gent. In Zulten, Waregem, of Waregem-Zulten. God weet waar. De Vlamingen verliezen elke invloed in Brussel, enzovoorts, enzovoorts. Dus doe dat niet. Dat werkt helemaal niet. Je moet iets anders doen. Ik hoop wel dat er een beter argument is. En wat is dat? Verplaatsing dat je moet van doen? Het parlement naar Zulte-Waregem. Wat is dat wat je moet doen? Want u moet toch bij de inhoud blijven. Ik heb alle respect voor uw carrière en voor uw eruditie. Wederzijds. Ja, maar ik meen dat ook. Ik heb trouwens een reeks boeken van u in mijn boekenkast staan. Anders goed. Ja, ik moest als... ik
zal dat even nuanceren. Ik moest als student. Dus met alle respect voor u, maar laten we het debat wel voeren over de voorstellen zoals ze in ons geval naar voren geschoven zijn. Dat u geen voorstander bent van het confederalisme, daar heb ik geen probleem mee. Ik bedoel, het tegendeel zou pas nieuws zijn. Dus daar heb ik geen probleem mee, want u bent een van de architecten, als ik dat toch mag opmerken, van de toestand waar we vandaag in zitten. U bent een van de mensen die ons land heeft gebracht waar het nu zit, in een structuur waar u nu kritiek op uitbrengt, maar waar u wel iedere keer op het groene knopje hebt gedrukt toen die hervormingen zijn doorgevoerd. Ik ben heel blij dat u nu vandaag beseft dat uw hervormingen geen goede hervormingen waren. Beter iemand die later ontdekt dat hij vergissingen heeft begaan. Maar dit is de kritiek die je op het huidige systeem uitbrengt. Is kritiek op uw politieke carrière. Mogen wij even de degen kruisen? U hebt op de rode knop gedrukt in het parlement. Ook voor dingen die heel positief waren in de opeenvolgende staatshervormingen. Als daar zijn... Het afbouwen van de dotatie naar Wallonië toe. Er zijn de hervormingen doorgevoerd door de regering Di Rupo. Vanaf 2024 tot 2034, over 10 jaar, wordt de dotatie van meer dan 600 miljoen afgebouwd. Wie stemt tegen? N-VA. Enzovoort. Ja. Dus de goede dingen hebt u niet willen erkennen, gewoon om partijpolitieke redenen. Ik aanvaard dat, want wij hebben dat natuurlijk ook gedaan. Iedereen heeft... wat dat betreft boter op het hoofd en niet alleen op het hoofd, op allerlei andere organen. Maar in... Zo werkt het nu eenmaal, maar dat is niet fraai. Dus wat moeten we doen? Zeker geen confederalisme. Dat leidt alleen tot separatisme en je krijgt een kolossaal probleem in Europa. Wat gaat België nog betekenen rond de tafel van de Europese ministerraad, die zo belangrijk is als je een confederatie bent? Vergeet niet het klimaatbeleid. Wij gaan wellicht naar een apocalyps. De volgende, dat is voor jullie. Jullie gaan dat meemaken. Ik hopelijk niet meer. We gaan wellicht naar een kantelpunt. De ijskappen smelten op de Noordpool en de Zuidpool. De reflectie door de witte kleuren van de zonnestralen, die verkoelend is, verdwijnt. En je komt in een duivelse spiraal waarbij het klimaat de zee opwarmt en de zee het klimaat opwarmt. Wat gaan wij doen? We moeten naar zeer, zeer extreme maatregelen gaan. Hoe gaat de democratie stand houden? Dat kunnen we natuurlijk niet alleen met ons klein landje. Dat moet internationaal gebeuren. We hebben nood aan meer Europa. De nationalisten zijn daartegen natuurlijk. In het Europees parlement, zij zijn euroceptici. Maar dat is... zijn achterhoede gevechten. We hebben zelfs nood aan vormen van de world governance. Zal blijken over een paar dagen in Glasgow dat men inderdaad pleit voor vormen van world governance. Dat is absoluut noodzakelijk. En wat doen we dan in België? Weer tijd verliezen met allerlei staatshervormingen, nummer 7 en misschien nummer 8 en nummer 9. Ik denk dat wij tegen 2024 één zaak moeten voorbereiden. Er is één enorme leemte in dit land. Dat is dat er geen arbitrage is van de belangenconflicten. We blijven ruzie maken en die worden niet opgelost. Dus dat moet je regelen. Dat is het geval in alle echte federale staten. In Duitsland heb je de Bundesraad en de regel Bundesrecht, bricht landesrecht. Een hiërarchie van de normen, dat bestaat allemaal niet in België. Ik stel voor... bij wijze van besparing om de Senaat af te schaffen. Dank u, maar om een andere vergadering op te richten. Namelijk een hoge federale raad. 1/3 parlementaire. Federaal parlement, de regionale parlementen. 1/3 mensen uit het middenveld en burgers. De mensen uit het middenveld, de werkgevers, de werknemers, de boeren, noem maar op. De gezondheidssector. Die beleven alle dagen wat de problemen zijn.
breng die in die vergadering, in die raad. En een andere, derde en laatste, dat zou dan bestaan uit experten van allerlei slag. En geef aan die vergadering de bevoegdheid bij gekwalificeerde meerderheid om de conflicten te beslechten als de politici er niet uit geraken. Dat die raad zegt, kijk, het is zo, punt, andere lijn. Geef aan die raad ook de bevoegdheid om communautaire voorstellen te doen. Om te doen aan conflictoplossing, maar ook conflictpreventie. Dat we niet nodeloos elkaar weer op de wangen slaan met allerlei idiote wensen of eisen of verlangens. Natuurlijk, en daar had meneer Boucher gelijk daarnet, België is een land waar het bloed gelukkig nooit vloeit. Wij zijn geen Ieren. En dan beperk ik mij tot een beschaafd land. We laten het bloed niet vloeien. Maar de zever, dames en heren, die vloeit zodanig dat we erin verdrinken. Maak daar een einde aan door de belangenconflicten te arbitreren en door te zorgen dat coherentie ontstaat. Geef bevoegdheden aan gewesten en gemeenschappen. Maar zorg dat procedures bestaan die komen tot een gemeenschappelijke houding, zeker op internationaal vlak. Want wij leven steeds meer met en in het buitenland. Het heeft me nog getroffen. Dat is een ander aspect. De State of the Union. De State of the Union van de minister-president. Dat was een goede speech. Maar je kreeg in ongeveer elke regel van die speech de uitdrukking de Vlamingen. Wij zorgen ervoor dat de Vlamingen meer welvaart krijgen, meer welzijn. De Vlamingen dit en de Vlamingen dat. Bravo! Maar dames en heren, goede vrienden, kameraden, hoeveel Vlamingen zijn er nog in Vlaanderen? 1/3 van de bevolking is allochtoon. Dat zijn ook Vlamingen. Of allochtoon van afkomst. Wat is dat voor iets? In Brussel, 70% is van allochtone oorsprong. In Antwerpen, 60%. Waarmee zijn wij bezig? Waarom spreekt men niet van de inwoners van dit land? Van de inwoners van Vlaanderen? Dat is de echte realiteit natuurlijk. Moderator, mag ik een vraag stellen aan de prof? Zeker mag u dat. En dan geven wij daarna het woord aan partijvoorzitter Boucher. Eén korte vraag op zijn voorstel van die hoge raad met 1/3 parlementaire, 1/3 middenveld en 1/3 academici. Ik denk dat ik het antwoord ken, wetende welke partij u, in welke partij u, maar wat heeft het kieshokje u ooit misdaan? Ja, want u reduceert, we moeten er toch eens even bij stilstaan, u reduceert de kiezer tot 1/3 van een besluitvormend orgaan dat bepalend is in het systeem. Het spijt me, maar ik sta paf hoor. Ja, maar als die academici willen meespelen, als die middenvelders willen meespelen, zij mogen zich verkiesbaar stellen hoor. Dat is niet verboden. Zij mogen legitimiteit bij de kiezer vinden. Dat is het verhaal zoals ze moeten vertellen. Maar een blokkage van 2/3 niet verkozen figuren. Dit is wat hier wordt voorgesteld. Het spijt me, hier volg ik u absoluut niet. Ik vind dit een bijzonder gevaarlijk pad dat je dan opgaat. En ik denk dat we dan echt de democratie eigenlijk in essentie aan het uithollen zijn, professor. Allee, een korte repliek van minister Eyskens en dan geven we het woord aan voorzitter Boucher. Ja, u hebt het fout begrepen, natuurlijk. En dat is dan mijn fout. Die andere 2/3 die zijn natuurlijk aangeduid en dus verkozen door hun groeperingen en organisaties. Die zijn ook verkozen, maar op hun manier. Men pleit toch in alle landen van West-Europa vandaag de dag voor meer burgerparticipatie. En dat moeten we dan ook doen. Er is veel meer wijsheid bij de bevolking dan we denken. Wij moeten als politici er niet op neerkijken en denken, ja, dat zijn toch dommerikken. Er is die bekende uitdrukking, hè? De heel rijke Nederlandse taal heeft voor het woord mensheid een synoniem. Mensdom. Schandalig, hè? Dat kunnen we zeker aan academici niet aandoen, zo'n
soort redenering, nochtans die redenering bestaat. The arrogance of office, schrijft Shakespeare in een van zijn toneelstukken. Dat bestaat bij politici. Politici lijden aan bevoegdheidsverslaving. Zij willen geen bevoegdheden afgeven. Vandaar dat het overheden van bevoegdheden zo moeilijk is. De federalen willen natuurlijk hun bevoegdheid behouden en de regionalen willen meer bevoegdheden. En zo kan het nooit werken. De bevoegdheidsverslaving, omdat daardoor meer macht wordt verworven. En de politiek gaat over het verwerven van macht. Dat is allemaal achterhaald in de wereld van morgen. Die staat voor totaal andere uitdagingen. De wenselijkheid van meer menselijkheid. Wij zijn niet allemaal gelijk, gelukkig maar. Maar we zijn wel allemaal gelijkwaardig. En als ik de drama's zie die zich in onze samenleving voordoen, ook met migranten en vluchtelingen, dan vraag ik mij af, met wat zijn we eigenlijk bezig? Ik heb veel mensen ontmoet in mijn leven. En allerlei beroemde staatshoofden en noem maar op. Maar ik ben het meest ontroerd geraakt en gepakt toen ik een ontwikkelingsproject heb bezocht in Latijns-Amerika, in de favelas van Caracas. Het was een zuster. Het was een Vlaamse zuster die daar al 20 jaar werkte. En ze was aangerand de dag voordien en had een messteek in haar arm gekregen, want de dief wou haar handtas afpakken. En ze had zich verzet. En ze zei tegen mij, ja, kijk, die jongen, ik ken hem, hij woont hier in de wijk ergens. Ik ben bij zijn ouders geweest. Die ouders zijn natuurlijk enorm geschokt door het gedrag van hun zoon. Maar klachten neerleggen bij de politie kunnen ze niet, want die is toch corrupt, dat dient tot niets. Ik heb aan de jongen gezegd dat hij dat niet meer mag doen. Maar ik heb ook gezegd aan die ouders, ik heb geleerd met te kwetsen aan de gekwetsten. En dat moeten we alle dagen opnieuw leren. En een sukkelachtige waal verdient evenzeer onze compassie als een werkloze Vlaming. Of een werkloze inwoner van Bangladesh of Myanmar. Of noem maar op. En dus die ethische waarden, die mogen we nooit verkwanselen aan partijpolitiek en al bij al idiote schermutselingen. En de jonge mensen vandaag, die moeten daarvan diep overtuigd zijn. Er zijn waarden die je niet banaliseert, die je niet verkwanselt, die je niet verkoopt. En als we die conclusie kunnen trekken uit onze politieke schermutselingen, dan hebben wij onze tijd niet verloren. Sorry dat ik emotioneel word. Op mijn leeftijd is dat een zwakte. Maar sommigen zeggen mij, het is een sterkte. Then I would suggest that we go to French-speaking Belgium. President Bouchy, can you hear me? Je crois que il va falloir un francophone pour départager ces deux flamands, ce qui prouve bien que vous avez beaucoup de démocratie dans un pays. Juste une chose, du côté de la NVA, il y a quand même quelque chose d'un peu particulier, c'est que vous faites pas mal de reproches sur le fait que le parti de M. Eskens, par exemple, serait le parti du statu quo. Mais je tiens quand même à rappeler que le parti de M. Eskens, et M. Eskens lui-même a participé à beaucoup de ces réformes de l'État, mais le parti de M. Eskens a participé à 6 réformes de l'État. La NVA, zéro. Zéro. Donc la NVA, c'est le parti du changement, qui est le premier parti depuis 15 ans qui a obtenu zéro. Ça, c'est un fait.
Il y a un deuxième élément qui m'a fait beaucoup rire. Et trop zijn ook dat we dit niet hebben meegemaakt. Ja, mais on peut être fier d'avoir obtenu zéro. Je veux dire, il y a des gens peut-être à l'université parfois qui sont fiers. Il y a un deuxième élément quand même tout à l'heure où j'ai réagi, c'est que M. de Rover m'a reproché que mon côté un peu nostalgique belgicain entretienne la position du PS en Wallonie. Pourtant, moi, au mois de juin 2020, je négociais avec Bart De Wever pour essayer de former un gouvernement avec la NVA. Et j'ai appris que dans mon dos, Bart De Wever avec Connor Rousseau, ils allaient voir Paul Magnette. Et donc, j'étais triste, parce que moi, j'aimais bien Bart De Wever. Et j'étais un peu comme l'amoureuse qui découvre qu'en fait, vous avez une autre amoureuse. Et là, je me suis dit, mais je ne comprends pas. Barthes a passé 20 ans de sa vie à lutter contre les socialistes, et dès qu'il a pu, il a couru au Palais Royal, faire une belle photo avec Paul Magnette. Alors là, je dois avouer que c'est un peu compliqué de me reprocher à moi de vouloir entretenir le Parti Socialiste, alors que moi, j'essaye de faire un gouvernement avec l'axe NVA pour pouvoir justement avoir une majorité de centre-droit, et de vous entendre aujourd'hui, tous les jours, râler sur le fait que la Vivaldi est à 7 partis. Mais je vais vous dire une chose, celui qui a créé la Vivaldi, c'est Bart De Wever. Et donc, félicitations pour ça. J'espère que nous ferons et nous ferons tout pour aller jusqu'en 2024. Mais c'est uniquement par les mauvais choix de Bart De Wever qu'aujourd'hui, la Belgique est gouvernée par une Vivaldi. Ça, c'est la réalité telle qu'elle s'est produite. Vous nous expliquez également qu'il y a plusieurs démocraties parce que vous analysez les résultats des élections. Et vous prenez la Wallonie dans un grand ensemble. Mais est-ce que vous savez qu'en Brabant-Wallon, nous faisons 40% des voix? En province du Luxembourg, il n'y a quasi plus de parti socialiste. À Namur, la majorité dans la province est sans le parti socialiste. Et même si vous regardez le sud de Liège ou l'est de la province du Hainaut, vous vous retrouvez avec des configurations électorales où le Parti socialiste n'est plus dominant. Le Parti socialiste, c'est vrai, est encore un peu fort dans les grandes villes. Mais quand je vous entends, je me dis, mais si je commence à diviser les provinces de Flandre, eh bien, on va se retrouver qu'avec Anvers. Parce que quand je regarde les résultats électoraux dans le Limbourg, mais le Limbourg est trop à gauche pour moi. Il est beaucoup plus à gauche que le Brabant-Wallon. Et donc, commencer à regarder en faisant des généralités, en disant, à cet endroit-là, il y a d'autres résultats électoraux, et donc, à cause de ça, il faut une autre démocratie, ou il y a une autre démocratie, c'est une vision qui ne tient pas compte que même sur un territoire unifié comme la France, il y a des endroits où on vote plus à gauche, où on vote plus à droite, pour des raisons socio-économiques, et ça ne veut pas dire que les gens ne veulent pas vivre dans le même pays. Ça n'a aucun sens de tirer une conclusion sur un résultat électoral par rapport à la volonté d'appartenance à un État. C'est totalement ridicule, et donc plutôt que d'essayer de dormir avec le Parti socialiste, vous feriez mieux d'essayer, partout où vous le pouvez, de faire des coalitions qui respectent beaucoup plus une ligne de centre-droit. Alors sur la question d'origine, de laquelle on s'est fortement éloigné, je ne vais pas répondre sur la question de la migration, des allochtones et de savoir si on est flamand ou pas avec une nationalité étrangère, mais essayer de répondre à votre question, l'avenir. Le premier élément que tout le monde doit retenir, c'est que la Flandre n'aura jamais son indépendance. Ça peut paraître brutal, mais c'est juste réaliste. Parce que la NVA a toujours dit qu'elle souhaitait l'indépendance d'une Flandre intégrée dans l'Union européenne. Personne n'obtiendra la reconnaissance des autres pays de l'Union européenne pour une raison qui est très claire, c'est que tous les autres pays européens n'ont pas envie de créer un exemple pour leur propre pays. Les Espagnols ne vont pas reconnaître une Flandre indépendante après avoir empêché à la Catalogne d'être indépendante. Les Anglais ne vont pas dire aux Irlandais et aux Écossais « bye bye ». Les Italiens ne vont pas accepter que le Nord s'en aille en oubliant la Sicile. Les Français
ne vont pas prendre de risques avec les Corses, les Basques et les Bretons. Il n'y a aujourd'hui aucun pays européen qui a intérêt à reconnaître l'indépendance de la Flandre. La Flandre indépendante, il faut oublier. C'est tout aussi romantique peut-être que la Belgique unitaire, mais vous avez plus de chances de reconnaître, ou en tout cas que les autres acceptent la Belgique unitaire puisqu'il ne faut rien changer à l'international, que la Flandre indépendante. Ça veut dire que d'un point de vue juridique, le confédéralisme est déjà impossible, parce qu'il faudrait d'abord passer par l'indépendance d'États pour que ces États décident de travailler ensemble. Alors je sais très bien que quand des partis flamands disent le confédéralisme, ils ne parlent pas du confédéralisme au sens pur sur le plan du droit, ils évoquent plutôt une autonomie très forte des régions. Donc ça, je ne vais pas faire un mauvais procès, mais s'il y a des étudiants en droit, le vrai confédéralisme, ça n'est pas ça dans la définition juridique. Alors cette autonomie, elle peut paraître intéressante, mais moi je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose. C'est qu'aujourd'hui, le premier partenaire commercial de la Flandre, vous savez qui c'est ? C'est la Wallonie. Et donc, si demain, la Wallonie s'effondre économiquement, la première victime, ce sera la Flandre. Nous sommes aujourd'hui dans un pays qui est tellement intégré les uns aux autres qu'on peut donner quelques particularités à des territoires. Mais croire que l'on pourrait vivre sans se soucier l'un de l'autre, c'est juste du suicide. Parce que la Flandre peut aussi se dire qu'on abandonne Bruxelles. On pourrait très bien se dire cela. Aujourd'hui, à travers le monde, Bruxelles est certainement plus connue que la Belgique. Bruxelles est le siège d'institutions internationales. Est-ce que vous pensez que les Belges pourraient demain décider de faire n'importe quoi avec Bruxelles, avec la Commission européenne, l'OTAN, le Conseil européen, qui sont tous présents sur son territoire? Est-ce que l'on veut peut-être apparaître comme un pays instable et amener les institutions européennes à déménager? Beaucoup de gens critiquent la présence d'institutions internationales à Bruxelles. Mais moi, je peux vous dire que si on n'avait pas les institutions internationales, Bruxelles serait dans une situation catastrophique. Aujourd'hui, ce sont les institutions internationales qui apportent énormément de moyens, qui ont engagé beaucoup de travaux pour restructurer la ville, pour construire de nouveaux bâtiments, pour créer une activité et un développement économique à la région. Et donc aujourd'hui, et pour l'avenir, la seule chose qui doit nous préoccuper, c'est l'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, la classe moyenne, ce qu'elle veut, c'est avoir plus d'argent à la fin du mois par son travail. Ce que les gens veulent, c'est qu'on prenne des bonnes décisions en matière énergétique pour justement ne pas créer plus de pollution et avoir une autonomie énergétique. Ce que les gens veulent, c'est une mobilité qui est plus fluide et plus efficace, et c'est effectivement une baisse des impôts. Et donc, pour cela, je crois qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus important, plutôt que de poursuivre des rêves impossibles, que les gens qui ont la même vision du pays puissent se réunir pour donner à ce pays un avenir désirable. Cet avenir désirable, moi, je le considère libéral. C'est la raison pour laquelle, et vous parliez tout à l'heure d'homogénéité, mais j'ai cru comprendre que dans le gouvernement flamand, votre relation avec l'Open VLD, qui est mon parti frère, n'était quand même pas formidable, puisque j'ai même lu dans les journaux, mais les journaux racontent beaucoup de choses, que parfois vous réfléchissiez à regarder du côté de Conor Rousseau, qui n'est, à mon sens, pas très libéral, ou en tout cas pas très à droite, pas suffisamment à mon goût, si j'avais le choix entre le VLD et le SPA. Et donc, par rapport à cela, il faut être cohérent et de se dire quelle est la meilleure manière pour porter auprès de l'Union européenne les bons choix et la bonne position pour la Belgique, quelle est la meilleure manière pour baisser les dépenses publiques, baisser les impôts, mieux récompenser le travail. Cette meilleure manière, ce n'est pas de perdre des semaines et des mois à négocier, où à la fin, vous savez très bien que vous obtiendrez peut-être plus de compétences contre de l'argent pour le Parti socialiste. Eh bien, moi, ce n'est pas le choix que je fais. Je préfère directement me concentrer sur les objectifs,
faire en sorte que mon parti soit le plus haut possible et que, avec toutes les personnes de bonne volonté dans ce pays, on puisse développer un pays avec du développement économique, avec une égalité des chances et avec une capacité pour tous ceux qui veulent entreprendre et prendre leur vie en main de pouvoir le faire sans l'entrave de l'État. Nu, de organisatoren hebben mij op de hoogte gebracht van het feit dat wij onbeding om 10 uur moeten afsluiten. Dat wil dus zeggen, we hebben nog exact 29 minuten. We hadden gedacht dat wij misschien de pauze schrappen. We hadden gedacht dat er 5 minuutjes pauze kunnen zou zijn. Als dat voor u in orde is, dan gaan wij direct over, want dan winnen we wel toch 5 minuutjes. Punt 4. Naar het verleden, naar het heden, naar de toekomst. Omdat de sfeer bijzonder goed is, starten wij dat iedereen een vraag kan stellen aan iemand anders van jullie drie. Ik dacht dat misschien meneer De Roof bijzonder op prijs zou kunnen stellen dat hij een vraag kan voorleggen aan meneer Boucher. En omgekeerd natuurlijk ook. En dat minister Rijskens misschien ook een vraag zal hebben. Dus de vraag is altijd gesteld aan de twee anderen. U heeft enkele seconden, maar ik denk dat u dat wist. Hè? We hadden dat gezegd, denk ik. Hè? Heeft u een beetje reflectietijd nodig of bent u klaar? Degene die klaar is, die mag zeggen, dan begint die. Ik denk eigenlijk, want als de klok van 11 onze limietklok is, was het 11 of 10? Ja, 11, want ja, maar die elf, is 11. Anders zitten we al serieus in blessuretijd, moet ik zeggen. Ik denk dat de doelpunten die we nu nog scoren worden afgekeurd. Maar ik wil uw taak niet overnemen, maar ik denk dat hier een volle zaal met jonge mensen zit die misschien ook wel met vragen kant. Die ze vanavond willen. We gaan dat proberen te doen. Wij zijn oude mensen die elkaar wel liggen te ondervragen. Meneer Boucher is een jonge mensen. Maar dan denk ik dingen, dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar de oprispingen die vanuit de zaal komen. Oké, okay, als dat... Anders dreigt denk ik de klok van 11 al heel dicht bij ons te komen als we ieder nog eens twee vragen. Ja, oké, dat is een goed voorstel. Zijn jullie daarmee akkoord? Zeer goed, oké, dat is zeer genereus van u. Dan gaan we over naar de vragen van de zaal. Wie van de organisatoren gaat mij daarbij helpen? Iemand moet het microfoon laten rondgaan. U doet dat, ja? Dat is goed. Als u het microfoon misschien neemt van meneer De Rover. Goedenavond. In eerste instantie al heel erg bedankt om hier vanavond aanwezig te zijn. Het was al een zeer interessant debat. Mijn vraag gaat eigenlijk ook in zekere zin verder over de huidige staatsstructuur in de zin van het huidige kiessysteem dat we hebben. Namelijk, het is onmogelijk voor op dit moment bijvoorbeeld voor mensen die in Vlaanderen wonen te stemmen op mensen in Wallonië. Voor Waal is het onmogelijk om te stemmen op mensen in Brussel enzovoort en zo verder. Het is zelfs onmogelijk voor mensen die zeg maar in West-Vlaanderen wonen op een Luxemburger te stemmen. Hoe zien jullie dat probleem? Hoe denken jullie dat te kunnen oplossen als jullie dat willen oplossen? Gelieve daar een antwoord op. Dank u wel. Gaan we enkele vragen verzamelen misschien? Of zijn er nog... Dan nemen wij die samen. Dat is misschien gemakkelijker. Dus die vraag over kiesvraag. Meneer? Bedankt voor jullie toespraken. Heel korte vraag. Wat vinden jullie van het voorstel om provincies af te schaffen als hervorming? Dank u.
Zeg goed, misschien nog één, dan hebben wij drie, dat is overzichtelijk. Daarna kunnen we nog een tweede ronde doen. Goedenavond, mijn vraag richt zich vooral aan minister Eyskens. U gaf een pleidooi voor het oprichten van een hoge federale raad, waar tweede er dus geen verkozen volksvertegenwoordigers zijn. En u specifieerde dat die wel gekozen worden door de organisaties die zij vertegenwoordigen. Maar wie kiest welke organisaties vertegenwoordigd mogen zijn? En is dat enkel het klassieke gesubsidieerde middenveld? Of zijn dat ook nieuwe organisaties? En hoe evolueert dat doorheen de tijd? En vermijden we dat die organisaties puur door eigen lobbying daar blijven zitten? Oké, dat is genoteerd. Dan beginnen wij misschien met de eerste van die drie vragen. Want degenen die dan nog vragen hebben, komen dan zeker ten beurte in de tweede ronde als er nog vragen zijn.